Assalamu alaikum mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag. Vandaag ben ik opgestaan, best wel vroeg, 9:45 of zo werd ik wakker. Ik kreeg een mini hartaanval hier zo, ik weet niet, van de adrenaline. Ik was opeens wakker, gevloggen, edit. Is nu op dit moment aan het uploaden, ben aan het wachten tot hij bijna klaar is met verwerken. Ondertussen druk ik zo dat de laptop niet uit gaat vallen. Instelling moet ik even bij veranderen. Maar goed, wat staat er vandaag op de planning? Vandaag gaan we weer eens naar Funix op een zaterdag. Ik ben daar om 1 uur. Dit keer neem ik gewoon lekker iemand mee die mij een beetje kan helpen, assisteren, tips geven. En dat is dan mijn neef Smaar. Easy, op een missie. Dan weet je toch. Nou ja, kijk, het is niet zozeer dat ik iemand, een specifiek iemand nodig heb. Ik heb gewoon iemand nodig die even naar mij moet luisteren, naar een bepaald aantal dingen. En ik ga een paar dingen met hem oefenen en zo. Waarom en hoe en wat, dat zal ik later allemaal uitleggen waarom het ook duidelijk is. Waarom ik naar Funix ga zo vaak de laatste tijd. Maar even voor beter licht sta ik hier. Ik ga hem nu ophalen. Vanaf daar gaan we richting Rotterdam. Dus laat dat maar beginnen. En ik zeg, als er één ding is wat ik in mijn leven heb geleerd, dan is het nooit meteen op het begin ja zeggen op iets. Maakt niet uit wat. Dus stel je voor, hè, iemand vraagt jou om een gunst of wat dan ook. Weet je, kijk, het ligt eraan natuurlijk wie het vraagt, op welk moment die het vraagt. Maar ik heb geleerd nooit meteen ja zeggen. Ik was vroeger altijd zo'n persoon, ik zei op alles ja. Kijk, nu gaan jullie daar problemen krijgen met invoegen. Kijk, zie je, kijk. Zie je al die mensen daar? Daar moeten ze invoegen. Ja, laatste moment, dat wisten jullie niet, hè? Omdat dit zo onoverzichtelijk is. Als je hier nog nooit hebt gereden, is dat moeilijk voor je. Maar wat ik heb geleerd in mijn leven, nooit meteen ja zeggen. Nooit meteen jouw ja-woord op iets geven. Nooit meteen dat doen. Altijd eerst rustig op je nemen. Zeg, ik kom erop terug, ik ga erover nadenken. Denk er goed over na. Check al je opties. Wat zijn je opties? Wat komt het gunstigst uit voor jou? Wat gaat in jouw voordeel werken? Wat niet? Wees gewoon real met jezelf en maak vervolgens je keuze. Gemeente Den Haag, dit is een probleem. Dit is echt een heel groot probleem, gemeente Den Haag. Waarom is dit een groot probleem? Jullie zullen denken, ja, ze zijn gewoon bezig met verbouwingen, dit en dat, zus en zo. Ik ben trouwens ook met Issy, ik zie er ook weer. Maar dit is een groot probleem in heel Den Haag. Waarom? Wat doen ze? Zonder dat er enige reden is, zonder dat je echt ziet van de weg is beschadigd of er zitten gaten in de grond of er is iets mis met de weg. Er is niks mis met deze weg. Er was niks mis met die rails. Maar toch moet het opengebroken worden, gesloten worden, weer nieuwe dingen komen. Mensen moeten weer om gaan rijden. Er wordt onnodig gat erin gepompt. Onze belastinggeld, ja, wat ik om de 3 maanden moet afdragen, ja, om de 3 maanden, ja, dat wordt hier gepompt in iets wat onnodig is. Onnodig dingen kapot maken. Kijk, als jullie oude huizen die helemaal oud zijn, hele oude gebouwen willen slopen en daar nieuwbouwwoningen op willen bouwen, dat is wat anders. De mensen van de infrastructuurafdeling, waarom doen jullie dat? Niet nodig. Eerst aan mij vragen, ja, kom naar mij, vraag aan mij van, moet dit veranderen? Gaat tegen jou zeggen ja of nee? Want ik ken genoeg plaatsen in Den Haag, genoeg speelplaatsen die voor jongeren, waar ze gewoon een goed voetbalkooitje nodig hebben. En de kooitjes die daar nu staan zijn verschrikkelijk. Bij Creade bijvoorbeeld, bij de Vrederust daar. Wat voor voetbalveldje heb je daar? Die paaltjes zijn zo laag, elke bal die je schiet gaat over die ding heen. Elke bal. Je kan niet normaal voetballen, je moet hoge hekken hebben als je gaat voetballen. Gemeente, doe er wat aan. Doe er wat aan. Of vraag aan mij, dan bied ik jullie hulp aan. Komt goed. We zijn weer aan het wachten.
danser. La 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 la. Copyright! Jay, ik neem te veel geheugen hierop. We zijn bij Phoenix, mensen. Al anderhalf uur. Welkom bij Phoenix. Met Issy. Op een missie. En dat weet je toch? We zijn aan area. Nu niet meer. Nu niet meer. Ben weg. Klaar. Bij Phoenix. Twee uurtjes zijn even voorbij geweest. Dat was een snel, eerlijk, was het snel? Twee uurtjes? Dat was bezeten. We hebben een paar dingetjes daar gedaan voor het geheime project. Ik heb een bal gestolen van Phoenix. Dus wilt iemand hem hebben? Ik neem hem volgende keer weer mee. Dat is morgen dus. Mag hij hem meenemen. Nu weer richting de auto. En dan gaan we even snel naar de IKEA. Zoals ik al zei. Ik heb meubilair nodig voor thuis. Zo'n tv-meubeltje. Een heleboel andere dingen. Dat gaan we nu allemaal halen. Dus, top! Echt, mensen, dit is zo toevallig. Ik begon bij de deur daar, hè, met geloven. Ja, en nu, dit lijkt wel ingestudeerd. Het is fake. Het is ook fake. Het is, het gaat fout zometeen. Wow. Goed. Je moet nog zo die kussen over je gezicht heen gooien. Ah, licht. Dit is wel een lekkere bed. Oh, okay. Ben je ingezoomd? Die bad? Waar is die? Wow, dit was meer. Ik hoorde al dingen kraken. Ik hoorde dingen. Nee, doe maar niet. Voordat het €1000 gaat betalen. Ik heb al wel een tv-meubel gevonden. Ik ga nog even rondkijken hoe en wat. Ik ben op zoek naar kasten. Kijken of we wat kunnen vinden. Hier in de IKEA. Het is best wel druk vandaag, zaterdag. Hij toch doen. En toch doet hij het. Smeo is de koning van de jungle. Ja. Ik ga de kraan aanzetten. Wow. Stel voor, er komt nu echt water rijden. Oh man, nee. Dat probleem. Nee, dat vanuit het probleem. Kom, we gaan verder kijken. Ja, zo lekker. Met de schuim. Kaarsjes om mij heen. Is wel een goede. Dan kan je wel goed chillen. Hier in de IKEA is het zo dat jij eerst wat handigste is. Hè? Je schrijft zeg maar hierop wat je precies wilt gaan halen. De welke nummer, stelling. Welke stelling, welke vak. En dan ga je hier naartoe. En dan kan je ze hier eruit halen. En dan laten bezorgen. Heel goedkoop hier en heel snel. Nee, wij zijn geen YouTubers die hier in de IKEA chaos komt schoppen. Elke YouTuber hier komt alleen maar chaos schoppen in de IKEA. Nee, wij zijn gewoon normaal. Wij doen niks verkeerd. We doen onze werk. Ja. En we gaan weer lekker naar. Til, ik heb last van mijn schouder. Ik kan niet tillen. Dat is één. Wat fitness allemaal kan doen? Of fit niks. Fit niks. Dus mensen dat weer vaak zijn. Dit is taekwondo tikuelo. Tikuelo. Dit lijkt wel op die ene spelletje bij de van de basisschool dat je op kamp gaat. Moet je sowieso een briefje hebben. Moet je gaan zoeken. Aanwijzingen gaan zoeken hier. 13 moeten we hebben. Bias. Even kijken. Bias, ja. Oh, dit is ook weer groot. Oh, jongen. Wat heb ik eigenlijk allemaal gepakt? Kijk, oh, dat is die tv-meubel. Meer dan 100 kilo. Paar spullen maar. En dan die rekje daar achter jou nog. Dit is het. Dus wat hebben we nu in totaal? We hebben twee kasten. Twee kasten? Twee kasten. Tafel. Dit. Niet geen tafel. Een tafel. Oh, tv-meubel. Nachtkastje. En nog iets, en toch? Deze. Kijk, oh nee, dat was het. Ja, dat was het. Lego. We zijn hier even aan het wachten bij de klantenservice om dit te transporteren. Het was niet in de Golf 5, nee. Het gaat allemaal lekker bezorgd worden. En het schijnt dat ze heel snel bezorgen. Ik ben alleen benieuwd naar hoe laat ze het bezorgen en wanneer. Het liefst denk ik maandag is het beste. En dan maandagochtend of zo.
Hij heeft honger. Kijk eens. Zie deze gamba? Ja. Eerst. Kijk eens hoe die is. Dit is de hoofd. Film dit. Dit is de hoofd. En dan pak je het staartje. Staartje. Daarna kijk. De poten. Zo. Zo, zo, hier nog een paar zo. En daarna de huid. Dus deze. Zo. En dit is een baby. Doei. De batterij die is leeg, mensen. Echt, net op een mooi moment om een batterij, volle batterij te hebben. Kijk, charge the battery staat er. Terwijl ik hem juist de hele dag heb opgeladen, maar ik snap ook niet hoe. Misschien moet ik een nieuw batterijtje bestellen, gewoon standaard met een extra batterij lopen. Maar ik ben nu bij Enes, ik heb net daar een cd'tje gebrand. En we wachten even op hem totdat hij naar beneden gaat komen samen met Jesse. En dan gaan we richting Scheveningen en daar is een vuurwerkshow. Dus, pop! Dikke chaos hier zo bij Scheveningen. We zijn helemaal ergens op een ghettoplek geparkeerd. En al deze mensen hier zoeken allemaal parkeerplek. En wij? We gaan niet vinden, nee. Het hier internet. Later, we staan er nog steeds, mensen. En Nes praat met ze. Hé, hey, Matti, ah, je moet We zijn hier letterlijk een half uurtje. Hè? Echt, zonder geintjes, een half uur. Je hoort ze al toeteren, maar dat deden wij een half uurtje geleden ook. Dat helpt niet, schiet niet op. Had ik nou maar mijn volle camera bij mijn mensen. Kijk, ik ga langs al die mensen lopen. En dan gaan we even kijken wat er aan de hand is. Want we staan nu hier een half uur. We gaan even checken. Daar is de politie, die doen helemaal niks. Voor je blog. Ja. Grappig is, ik zie daar verderop wel vooruit gaan komen. Maar hier bij ons achter gebeurt er helemaal niks, mensen. Kijk, als mensen nou gewoon hier aanschuiven. Kijk, zoveel ruimte. Ja, schuif aan alsjeblieft. Jongen, jongen, jongen. Mensen moeten rijles nog krijgen. Kijk, kijk, kijk. Zie je hoe ik ga lopen? Ze beginnen allemaal naar voren te rijden. Check. Het rijdt nu allemaal opeens naar voren. Ik weet niet van wie deze is. Kijk, kijk, kijk. Het gaat nu allemaal opeens rijden. Zie je? Wanneer ik naar voren loop, dan gaat het rijden. Hey, rustig. Er zit eindelijk een beetje vooruitgang in. Ik ga even kijken naar die agenten hoe het met hun gaat. Zit er eigenlijk wel iemand in? Nee, er zit helemaal niemand in. Er zit helemaal niemand in. Ik zou hem niet stelen hoor. Wees maar niet bang. Het is ook gewoon gedeeltelijk mensen die niet goed doorrijden. En het is gewoon een gedeelte van mensen die gewoon... Gewoon hun denken van, wij staan nu stil, laten we lekker met z'n allen chillen. Dat is het. Nu is het de volgende dag. Ik heb de camera goed opgeladen, dus de volgende dag dat ik ga vloggen, komt dat helemaal goed. Ik ben net klaar met editen, dit stukje erbij plakken. En trouwens mensen, blijf me snaps sturen.
Ik heb nog steeds niet echt iemand gevonden. Blijf me snap sturen, dan word jij gewoon snapchatter van de week. YouTube met dubbel S. Ik ga de vlog hier afsluiten. Vond je dit een leuke vlog? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet jullie niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet jullie ook niet om je onder reactie achter te laten. Vergeet jullie ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af. Met hem. Pauw!